Dit is het verhaal van de Suikerhoek. Het speelt zich af in het westen van Brabant. Een arme landstreek. Eeuwenlang zwoegden de boeren hier op de zand- en kleigronden. Maar uitgerekend hier verrijzen plotseling fabrieken zo groot als kathedralen. Suikerfabrieken. Het verhaal gaat over stoommachines, arbeiders, suikerboeren en baronnen. In 1858 bouwde in het West-Brabantse Zevenbergen de Amsterdamse ondernemer De Bruin de eerste particuliere fabriek die van suikerbieten bietsuiker kon maken. Aan suiker kon je goed verdienen. En na de Azelma in Zevenbergen volgde er binnen 10 jaar meer. De Ram in Roosendaal. De Sint-Antoine in Oud-Gastel. De Witdoek in Bergen-op-Zoom, later ook in Breda. De Sint-Antoine. Marie Cateau. De Phoenix. Namen die in de wijde omtrek een begrip waren. Hoe zag de Suikerhoek eruit? Het Suikerarchief heeft een schat aan nog nooit gepubliceerd materiaal. Kijk, we kweken onze eigen groenten. Een beetje retti. Wat is dat? Retti, dat is een radijsachtige. Hetzelfde als ramenas. Je kunt er soep van maken, je kunt het zo vers bij de boterham eten. Ja, lekker, hè? Ja, dan komen we nu aan bij het suikerkop. Ik had op 5 adressen al wel gewerkt bij andere bedrijven, andere soortige bedrijven. En ik was 1,5, 2 jaar, noemen ze geloof ik, een sabbatical genomen. Toen ik daarvan terugkwam, toen had ik schuld. Links en rechts, huurschuld, van alles. En ik moest onmiddellijk gaan werken. En toen zag ik in de krant een advertentie staan van Suikerunie. Voor losse medewerkers in Roosendaal. Nou, daar ben ik naartoe gegaan. Dus ik ben daar begonnen als corveer. En ik ben bij Suikerunie gestopt als stafmedewerker. Algemene zaken. En daar hoorde onder andere een beetje het archief bij. Ik zat er ook altijd in te snuffelen en te doen. Onvoorstelbaar wat een hoeveelheid beeldmateriaal binnen het bedrijf en dus ook binnen CSM van vroeger, hoeveel daarvan bewaard gebleven is. Dan hebben we het al rap over een 180 uur historisch filmmateriaal. En de foto's, dat gaat in de richting van een toch wel een 280.000-300.000 foto's. Gedigitaliseerd en wel, hè? Zo heb ik het ook over de films. Hè? Alles gedigitaliseerd. Maar we hebben ook hele oude boeken. Ik heb er hier aan liggen. Dat is een van de oudste boeken die we hebben bij Suikerunie. Alleen nog is deze mijn privéverzameling. Het is een boekwerkje
wat gemaakt is, geproduceerd is in 1792. En het heet De Suikerraffinadeur en is geschreven door een Dordrechtse suikerbaron. Alleen het lees moeilijk, want die oude taal, daar kom je bijna niet doorheen. Er zitten ook hele mooie plaatjes in. De oudste mooie film, een complete film, is van 1915. Die suikerindustrie die was niet alleen de eerste voedingsindustrie, maar het was ook toch lange tijd voor de coöperaties in ieder geval, was het een flink geld opbrengende. En wie steekt daar nou geld in? Ja, dat zijn bankiers en ja, vermogende mensen. En die werden toen in die tijd, toch zeker voor 1900, werden die de suikerbaronnen genoemd. Tot, zeg maar, 1858 aten we met z'n allen, zoals gebruikelijk in Europa, rietsuiker wat uit de koloniën kwam. Vooral Amsterdam. Er waren in Amsterdam 92 suikerraffinaderijen. En dan verwerkten ze die ruwe rietsuiker uit de koloniën. Een van die suikerraffinadeurs die dacht van ja, in Duitsland en in Frankrijk, ik heb gehoord en vernomen dat daar suikerbieten verwerkt worden tot suiker. En ja, dan een rijke, schatrijke familie De Bruin uit Amsterdam, die bouwde in Zevenbergen de eerste suikerfabriek, een bietsuikerfabriek. In Zevenbergen, daar is Helma. Na een tiental jaren Azelma, zeg maar, waren er in West-Brabant al 21 suikerfabrieken. West-Brabant is een ideaal grondsoort, althans het noorden van West-Brabant. Dan groeien suikerbieten heel goed. En de tweede reden was eigenlijk dat West-Brabant beschikte over open en bevaarbaar zoet binnenwater. De Mark, de Vliet, alleen nog aan de Mark en Dintel stonden in die tijd, dus voor 1900, stonden er 8 suikerfabrieken. Het Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert wordt gerund door een groep enthousiaste vrijwilligers. Bijna allemaal hebben ze zelf in een suikerfabriek gewerkt. Ja, ja. Dit is een snack in ieder geval. Dus een transporteur. Hè? Wat erin valt, dat brengt hij weg en dat moet ook gelijk wegwezen. Hè? Dus hij kan niet opsparen, want dan loopt hij vast. De afdeling maquettebouw probeert op schaal het verleden nauwkeurig te reconstrueren. Nee, de vorige keer was het in houten waren die niet. In houten waren, nee. De bouwers vertellen het verhaal van de suikerfabrieken tot in de kleinste details. Dit is een deel van drogerij van Stampenschat. Daar hebben we foto's gemaakt, tekeningen van gemaakt en ook de oude tekeningen geraadpleegd. Ja, en die zijn we precies op schaal 1 op 32 aan het namaken. Dus al het leidingwerk,
al het constructiewerk, alles zoals het vroeger Stamperschat was. Dit deel staat er nu nog hoor, in Stamperschat. Enkel het werk niet meer. Ja, je hebt een voorfabriek, je hebt een middenfabriek en een achterfabriek. En dan heb je de zijtakjes aan. Een zijtakje is de drogerij en een zijtakje is de kalkoven. De kalkoven die maakt kalk voor de middenfabriek, dus dat zit er dan weer aan vast. Dus die moet je dan ook weer gaan maken. Hè? En het achterfabriek dat houdt dan in dat je natuurlijk de centrifuges, de kookpannen en alles hebt. Ja. En dan krijg je daar weer aan achterfabriek aan de suikerbouw, waar de opslag is, hè? En de silo's en zo. Als je dan helemaal volledig wil maken. Maar ik denk dat we dat meemaken. Ik heb 47 jaar in het suikerfabriek gewerkt. Dus we weten eigenlijk precies wel hoe het rijlt en zeilt en hoe het werkt natuurlijk. Dus, en van daaruit ook de interesse om hier vrijwilliger te worden. Zou deze steun weg mogen, Bart? Of niet? Of liever niet? Nee, liever niet. Nee, laat die vloot maar even staan. Ja. Wij zijn met de zuigtrek bezig. Dus de ventilator zit hierin. In deze ding. En die zuigt de pulp die daarop invalt, zuigt hij hier naartoe. En deze ben ik nou aan het installeren. En met de motor legt thuis nou, die legt naar te drogen en die komt dan hier te zitten. Maar we doen alles met kleine moertjes en kleine boutjes. Hè. En het valt soms niet mee om niet vast te pakken. Want hier legt er eentje. Dat is het moertje. Dat zijn de kleine moertjes die moeten daar opgedaan worden. We maken alles precies zoals het moet wezen. Hier lopen ook echte kogelaartjes zitten hierin, in deze aslagers hier. En die worden ook opgesloten met een moertje. Dus hier moeten nog, hier zo en hier zo moeten nog allebei een moertje opgedraaid worden. Ik heb helemaal leven in het suikerfabriek gewerkt, ja. Dat is juist de kracht van ons. Hey, we kunnen bouwen, maar als je geen kennis hebt van een suikerfabriek, hey, ja, waar moet je dan beginnen? Wij weten waar alles staat en dat is juist het mooie ervan, dat we willen bouwen, maar ook weten hoe we het in elkaar moeten zetten. Hè? Pijpen hier en een mannetje daar. Ik heb er mannetjes bij. En dan komen meestal mannetjes van mensen die wij dan vroeger gekend hebben in die fabriek. En want hier stond ook een heel figuur, een leven lang niet meer. Maar die grote snor en dan stond hij met zijn microfoon in zijn handen en stond hij te praten. En dan en met zijn ene been stond hij zo tegen zijn andere been en zo stond hij dan. Dat was de droger, hè? Ja, die ken je allemaal. Dus ja, die probeer ik zo met zo'n mannetje na te maken. Stamperschat, echt de directeur nog, he. Die was je ook. Dus echt meneer zeggen. Ja, meneer moest jij zeggen. Ja. Het was bij ons al heel erg minder. Wij hadden ook veel minder bazen. Hun hadden vaak in iedere gedeelte van de fabriek hadden ze een baas. In de drogerij hadden een baas. En ze hadden in het ketelhuis een baas. Ze hadden in de middenfabriek een baas. Dat was bij ons al niet meer. Ja, dan had je één baas over al die afdelingen en zo. Daar ook nog een schilder. En die had mijn één arm. Dus die heb ik ook natuurlijk gemaakt. Ik was schilder en dan krijgt hij aan die arm krijgt hij dan nog een emmertje natuurlijk. En ik was natuurlijk. Ja, en dat zijn dingen, hey, die zelf en zo. Maar er liep er ook nog een mannetje rond. Die moest alles al het vet aandraaien. Hè? Dus al deze rode dingetjes hier. Hè? Die moest hij aandraaien, want dat is vet. Dat moest allemaal met de hand gedaan worden. Er liep ze echt een speciaal mannetje van. Dan straks had hij zijn brommer bij hem. En dan zit onder de fabriek. En dan ging hij heel zijn brommer uit elkaar halen. Hier maar schoonmaken en zo. En dan was het tijd hoor. En dan ging hij gauw zijn rondje moeten. Dan ging hij al die dingen aandraaien. Allemaal een slagje draaien. Had hij dat weer gedaan. En dan moest hij na 2 uur moest hij dat dan weer doen. Maar ja, hij deed zijn rondje wel. Maar hij deed het heel vlug. En dan ging hij de rest ging hij met zijn brommer daar hoor. Dat was... Hier tussen zat hij dan. Hier tussen. Maar jammer nog is hij pas overleden. Dat vind ik zo jammer. Hè? Want ik had een dag tegen hem gezet. Ik zei, ik ga jou namaken. Ik zei, dat vond ik toch zo'n mooi verhaal. Hè? Dat je daar beneden in die drogerij. We zijn nu 1,5 jaar aan het bouwen. Aan het bouwen. En ja. Een jaar daarvoor aan de tekeningen. Een jaar daarvoor zijn tekeningen inscannen, foto's maken. En
En plannen maken van hoe doen we dit, hoe krijgen we dat voor elkaar. Tekenaar hebben, we hebben zelfs een 3D-printer. En we hebben een iemand die heel fijn kan draaien en zo. Dat wordt allemaal gedaan. Dus dat zijn onze toeleveringsbedrijven, maar wij moeten het zelf in elkaar zetten. En we moeten het zelf natuurlijk verzinnen. Automatisering en schaalvergroting leiden tot de sluiting van bijna alle suikerfabrieken. Er zijn er nu nog twee. Eén in het Groningse Vierverlaten en één in de West-Brabantse Suikerhoek bij Stamperschat. Je ziet niemand meer in de fabriek. Later zijn wij van Zeumeren naar Stamperschat gegaan en daar werd het meer geautomatiseerd als bij ons. En het is nu nog verder. En het is niet zo leuk meer. En je zou er heel je leven blijven werken. Het was helemaal geen idee dat je daar wel eens een keer dat je weg moest of zo. Ja, dat kwam toen natuurlijk toen die fabrieken samen gingen smelten. Het ging niet slechter, maar ze gingen van een kleine fabriek, ze gingen één grote fabriek gaan. Als je daarna gaat naar ons fabriek. Het was ons fabriek, hè? Het was ons fabriek en dat zie je tegenwoordig niet meer. Het is geen ons fabriek meer. Hè. Ze komen werken en ze zijn een paar jaar, ze gaan weer weg. Ze voelen dat niet meer als dat het is iets van. Maar bij ons het wel. We kregen een ideeënbus en dan gingen we allemaal zelf ideeën. Dat kan sneller en dat kan anders en dat kan zo. Hè. Dat we hier allemaal naar voren gebracht. Maar ja. Dat is niet meer net tegenwoordig. He. Suikerplakt, zei ze wel. Suikerplakt.